In dit filmpje gaan we het hebben over bitwise operatoren in Python. Bitwise operatoren, je hebt er meer dan de drie die we hier gaan bespreken. Maar ik ga het vooral hebben over bitwise AND en bitwise OR. Ik ga ook nog iets zeggen over bitwise NOT. Maar die gaat in Python een beetje lastig zijn voor ons. Dus we gaan daar rondwerken. En de andere bitwise operatoren die er zijn, schuifoperatoren en zo, die gaan we niet nodig hebben, dus die gaan we niet bespreken. Oké, dus dit, ja, eigenlijk het grootste stuk van deze uitleg zal zijn waarvoor dienen bitwise operatoren, en dat is niet echt specifiek voor Python, dat is meer iets dat je misschien kent van de cursus netwerken, maar dat vaak toch nogal uitdagend blijkt in zo'n cursus netwerken, dus ik ga het nog even opfrissen. Dus een bitwise AND of een bitwise OR bouwt eigenlijk voort op de ideeën die je kent van een booleaanse AND of OR. Dus als ik hier mijn Python opstart, je weet bijvoorbeeld in met booleaanse AND krijg je true and true is true. Of true and false, dat levert je false enzovoort. Dus de bitwise AND gaat op dezelfde manier werken, maar hij gaat eigenlijk in de binaire voorstelling van een getal gaat hij elke 1 zien als een true en elke 0 gaat hij zien als een false. En als je dan een bitwise AND gaat toepassen, dan is het alsof je twee getallen onder elkaar gaat plaatsen en dan eigenlijk de nulletjes en de eentjes die bij elkaar staan, die boven en onder elkaar staan, alsof je die gaat vergelijken. Dus alsof de eentjes true's zijn en de nulletjes false. Dus een heel typisch voorbeeld van waar je een bitwise AND zou gebruiken, is om een netmasker toe te passen. Een netmasker is een bitstring, of een reeks van vier getallen, het hangt ervan af hoe je hem voorstelt. Dus in decimale voorstelling vier getallen, in een binaire voorstelling 32 bits, waarvan dat de eerste bits allemaal eentjes zijn en dan de laatste bits allemaal nulletjes en er is nooit een onderbreking in dat patroon. Als je netmasker toepast op een IP-adres, dan krijg je het netwerkadres. Dus dan voor alle IP-adressen die behoren tot datzelfde subnet, als je daar het juiste netmasker op toepast, ga je altijd hetzelfde resultaat krijgen. Dus bijvoorbeeld hier heb je een voorbeeld, een IPv4 adres 192.168.0.1 en dan zou je voorstellen op deze manier. Waarom zou je dat zo voorstellen? Wel, omdat als je 192 wil voorstellen in binair, dat is 1,1 en dan 6 nulletjes. 168, dat is 1,0,1 en dan 5 nulletjes. En dus je berekent eigenlijk voor elk getal hoe dat je dat zou voorstellen met 8 bits. En dan plaats je die vier groepjes van 8 bits, die plak je gewoon aan elkaar. En dan krijg je dus uiteindelijk 32 symbolen hier. Het zijn er 32. Dit is de binaire voorstelling van het IPv4-adres 192.168.0.1. Dus die puntjes, die betekenen niet echt iets. Die staan daar voor leesbaarheid. Maar als je dit binaire getal hier zou lezen als een decimaal getal, dan is het niet alsof dat hier staat 192168 enzovoort. Dat gaat een ander getal zijn. Maar dat gaan we direct nog wel zien. Verder gaan we ook een netmasker gebruiken in ons voorbeeld. Als je een netmasker hebt voor een prefixlengte 24, dus 24 netwerkbits, 8 hostbits, dan gaat dat er zo uitzien, 24 eentjes en 8 nulletjes. De manier om nu met die twee tot aan uw netwerkadres te raken, is om een bitwise AND toe te passen. Dus een bitwise AND gaat eigenlijk alles wat in dit geval boven een eentje staat, gaat dat overhouden. Alles wat boven een nulletje staat, gaat dat schrappen. Dus je zal dat hier kunnen zien. Je ziet hier, je hebt 1 en 1. Dus het is al de 3 staat true and true. En true en true levert u true. En true stel voor met een 1, dus hier staat onderaan ook een 1. 1, 1, true en true, dat levert u true. 0, 1, dat is alsof je false en true doet, dus dat levert u false of 0. Dan de rest hier, dat is allemaal zoals de voorbeeldjes die ik al gegeven heb, tot hier. 0, 0, dat is zoals false en false.
Ja, dat levert u vals op. Dus ook 0. En 1-0, dat is zoals true en false. Dat levert u dus ook 0 op. Dus dat is de manier waarop dat je netmasker toepast. Dat wil zeggen, alles wat hierboven stond, wordt behouden zoals het is. Alles wat hierboven staat, dat wordt gewoon uiteindelijk omgezet in nulletjes. Als je dat in Python wil uitrekenen, dan ga je eigenlijk jouw getallen eerst moeten, je getallen eerst moeten krijgen. Dus je hebt hier een binaire voorstelling, bijvoorbeeld host address. Dat ga je moeten inlezen. Dus ik heb hier die comma 2 om te zeggen dat is in het binaire talstelsel genoteerd. Nu, als ik host address nu laat zien, dan zie je, krijg je hier een nogal vreemd getal. Een getal waar dat je niet direct veel informatie uit kan afleiden. Ja, dat is omdat dit de decimale voorstelling van dit hier is. En we werken niet met de decimale voorstelling van heel dit gedoe hier. Als wij een IP-adres decimaal voorstellen, dan doen we eigenlijk de decimale voorstelling van het eerste groepje van 8. Dan doen we de decimale voorstelling van het volgende groepje van 8 enzovoort. Dus als ik hier bijvoorbeeld het eerste groepje van 8 selecteer, int zo. Dan zie je wel, dit is 192. Dus als je dat per groepje doet, inlezen, dan ga je wel die getallen zien die dat je dus hier gekregen hebt. Dus dan ga je ook 168 enzovoort zien. Dus dat is even een refresher van hoe binaire voorstellingen van IP-adressen werken en hoe dat je netmaskers combineert met hostadressen. Dus als je nu zou willen zien wat ik hier berekend heb in de figuur, dan zou je dit hier kunnen doen. Ik heb mijn netmasker nog niet ingelezen, dus ik zal dat eerst doen. Mijn netmask is gelijk aan. Dus dat zijn dan 24 eentjes gevolgd door 8 nulletjes. Nu kan ik dit hier doen. Zo. En ik ga in plaats van B. Alhoewel dat nu geen verschil gaat maken, ik ga daar 0,32b om te zorgen dat ik het toon met 32 bits. Opnieuw, dit hier toont mij niet zoveel. Als ik het zo doe, dan toont het mij nog minder. Ik krijg weer zo'n vreemd getal. Maar als ik hier groepjes van 8 zou gaan omzetten naar decimale voorstellingen, dan ga ik zien 192, 168, 00. En dat zal inderdaad het netwerkadres zijn. Dan is er de bitwise OR. En de bitwise OR werkt eigenlijk op exact dezelfde manier. Alleen ga je dus twee eentjes boven elkaar nog steeds combineren tot een eentje. Maar ook een 0 en een 1 die in combinatie staan, ga je combineren tot een eentje. Zoals dat je bijvoorbeeld true OR false doet, dat levert u ook true op. Wel hier true OR false, zo kan je dat lezen, dat levert u hier onderaan ook true op. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt als je een netwerkadres hebt en je hebt het hostgedeelte. Dus bijvoorbeeld, je hebt zoveel bits voor je netwerkadres. Je hebt er misschien 17 voor je netwerkadres en dan heb je 15 hostbits. Dan zou je kunnen zeggen: ik neem mijn netwerkadres, bitwise OR, mijn getal dat mijn hostbits voorstelt, en dan krijg ik uiteindelijk mijn volledige adres. Bitwise not. Als we het over het hardware niveau hebben, is bitwise not vrij gemakkelijk. Een bitwise not op hardware niveau zet een 0 om in een 1 en zet een 1 om in een 0. Nu, in Python ligt het een beetje moeilijker. Omdat, ja, wat betekent het als je een 1 helemaal vooraan in een binaire voorstelling zit in de hardware, dan krijg je een minteken. Je werkt daar met iets genaamd de twee-complementsvoorstelling. Python heeft bovendien geen vaste grootte voor getallen, dus dat is niet heel gemakkelijk om uit te leggen wat daar precies gebeurt. Maar het algemene idee, als je met netwerken bezig bent bijvoorbeeld, en daar wordt er iets gezegd over een bitwise not, is dat je nulletjes eentjes worden en je eentjes worden nulletjes. Nu in Python bijvoorbeeld ga je daar iets anders zien. Als ik bijvoorbeeld neem a is gelijk aan 117,
Ik doe print van A in de binaire voorstelling, of ik zal doen met 8 bits. Zo, dan krijg je dit hier te zien. Maar als ik nu doe van de bitwise not van A, dan staat daar een minteken in. En dat is eigenlijk nogal vreemd, omdat normaal gezien als getallen worden voorgesteld met een binaire schrijfwijze, dan heb je alleen de 1 en de 0, dan heb je zelfs geen minteken. Dus dat is niet dat Python hier fout aan het gaan is, maar Python is zijn eigen logica aan het toepassen die hier eigenlijk helemaal niet relevant is. Dus als wij zouden willen een bitwise not toepassen, dan gaan we niet de ingebouwde van Python gebruiken. Maar dan zouden we bijvoorbeeld hier dit kunnen doen. We rekenen eerst dit uit. We zeggen a string is gelijk aan, dus op die manier. Of we kunnen ook gewoon a string is gelijk aan b. Zo, dus a string. Voilà. En als we nu a inverted string is gelijk aan, dan zouden we hier bijvoorbeeld kunnen zeggen, we doen de lege string voor symbol in a string if symbol is gelijk aan een 0, dan gaan we zeggen a inverted string, daar plakken we 1 bij. En if symbol is 1, dan hebben we invert the string, daar plakken we 0 bij. En nu invert the string. Zo, en dan krijgen we dus wel de voorstelling die overeenstemt met het klassieke idee van een bitwise not, dat we gewoon alle eentjes door nulletjes vervangen en omgekeerd. Op die manier kunnen we dat wel klaarspelen.